Zoek je nog een nieuwe corona-hobby, dan kan dit wellicht iets voor je zijn. Spelletjes maken. Sinds de coronatijd is de verkoop van spellen ontploft. Maar de eigenaar van deze spellenwinkel ziet nog iets veranderen. Er komen steeds meer zelfstandigen die zelf spellen maken en bedenken op de markt. Spellen zijn hot, weet je. Dus je leest er meer over, je ziet meer, mensen spelen meer. Ik denk dat veel mensen ook wel denken of van, nou ja, dat kan ik zelf ook. Of dat wil ik zelf ook wel proberen. Of die hebben een leuk idee voor een spel. En die hebben nu misschien tijd gehad om dat uit te werken, samen of alleen. Die creatievelingen komen vervolgens bij Ivar de winkel binnenlopen, wat ook Niels eens deed. Nu moet je die, hè? Het is bedacht in de Dolomieten in Italië, dat is de inspiratiebron. Ja, dan loop je door de bergen en dan zit je s'avonds aan de campingtafel. En er lag een oude wijndoos in de camper en daar was ik aan zitten knippen. Toen dacht ik, ik doe het in Ziploc zakjes, maakt niet uit hoe het eruit ziet, als het maar een leuk spel is. Ben ik een beetje van teruggekomen ook. Het is learning by doing. En nu ligt ook zijn spel hier in de winkel. Moet je voorstellen dat jij dit bent met een rugzakje in de bergen op zoek naar. En je krijgt punten voor alle leuke dingen die je bezoekt. Wat belangrijk is aan een spel is dat je altijd, dat iedereen altijd nog kans moet maken om te winnen. Het is niet leuk om voor spek en bonen mee te doen als je de boot hebt gemist aan het begin van het spel. Het is niet erg dat de kans wat kleiner is dat je wint, maar er moet altijd wel een kans zijn dat je nog kunt winnen. Niet elk spel komt de zomer op de markt, maar... Mail maar of kom maar een keertje langs. We zijn altijd in voor goede ideeën. Ja.